u het land aangedaan? Ja, ik wil die... Die slotwoorden zijn voor mij niet betekenisloos geworden doordat twee derde van het congres deze uitspraak heeft gedaan. Uiteraard respecteer ik die uitspraak. Ja. Het betekent dat het congres ermee instemt als de fractie besluit om deze coalitie tot stand te brengen. Maar tegelijkertijd zijn de gevolgen en de pijn en de schade ook die met deze zeer controversiële besluitvorming helaas in mijn partij is aangericht niet weg. En ik denk dat het dus van belang is dat we ook over de gevolgen nadenken. Ja, daarom is mijn vraag ook, wat wordt het land dan aangedaan als we het hebben over gevolgen? Ja, ik wil graag ook spreken over de gevolgen voor mijn partij. Ja, dat komt maar, ook. Maar de gevolgen voor het land die zitten natuurlijk in de inhoud van het gedoogakkoord. En er is gisteren op het congres door degene die het gedoogakkoord hebben verdedigd... is er uitgebreid gesproken over positieve punten die erin zitten. Die zie ik ook. Er staan een aantal dingen in het gedoogakkoord waar ik het zeer mee eens ben. Zoals het doorgaan met onze aanpak van de criminaliteit met de veiligheidshuizen... de preventie, de nationaal beheerde politie enzovoort. Maar er staan ook dingen in die... die druk leggen op mensen. Ik noem twee elementen uit de afspraken over de migratie... De paragraaf over de migratie, waar die ertoe dient om Wilders tevreden te stellen. Daarin staat een onderdeel dat gaat over de eisen waaraan je moet voldoen als je bij gezinsvorming, als je trouwt met iemand uit een ander land in Nederland wil gaan wonen. Dan zal er worden beoordeeld, staat er, zal worden beoordeeld of de banden met Nederland of die dat rechtvaardigen. Ja. Denemarken, ik denk ook dat de inspiratie daar vandaan komt... net als voor dit hele type samenwerking. PVV, Wilders heeft dat Deense voorbeeld meer dan eens genoemd. In Denemarken is er zo'n regel. En ik hoorde onlangs van een gerenommeerde Deense jurist... hoe dat uitwerkt. Die heeft een zoon die verliefd is geworden op een Mexicaanse. Ze zijn getrouwd. Vervolgens moest worden beoordeeld in Denemarken... of de banden met Denemarken overwegend waren. Nou, ze spreken Spaans met elkaar. Ze hebben geen toestemming gekregen om in Denemarken te gaan wonen. Ze wonen nu in Genève. En dat ziet u ook dat ook in Nederland zou gaan gebeuren? Nou, dat staat in het gedoogakkoord dat zo'n toetsing moet worden ingevoerd. Ja. En een ander onderdeel gaat over de naturalisatie. We hebben nu we hebben de afstandsplicht. Als je een andere nationaliteit hebt en je wordt Nederlander... dan moet je daar in de regel afstand van doen. Maar er zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als iemand Nederlander wordt... na 5 jaar hier gewoond te hebben, na Nederlands geleerd te hebben enzovoort... wegens huwelijk. Ja. En dan is er geen afstandsverplichting. Als je die invoert, wat ook in dit akkoord staat... dan verplicht je dus mensen om voortaan een visum aan te vragen... op het moment dat ze op familiebezoek willen. Dus dat zijn allemaal hele ingrijpende maatregelen. Dingen voor mensen. Ja. En daarom heb ik gezegd... en ik zie helemaal niet voorbij aan alle mooie dingen... die we herkennen als christendemocraten... waar Maxime Verhagen en Ank Bijleveld over hebben gesproken. Maar er staan ook dingen in die zich niet richten tegen problemen, maar tegen mensen. Uw collega Eurlings, die is een eigenlijk totaal andere mening toegedaan. En tijdens zijn bijdrage richt hij zich helemaal geconcentreerd op u. En hij zei, hij verweet u eigenlijk met twee maten te meten. Want u ging wel akkoord met de LPF en het CDA en nu niet met de PVV. Wat vindt u daarvan? Dat klopt. Dat gaat terug op een persoonlijk gesprek... dat behoorlijk intens was met Camille Eurlings een paar weken geleden. Hier vorige week. En toen hebben we ook tegenover elkaar uitgesproken. Ik voel me nu ook maar vrij om uit dat persoonlijk gesprek... iets van indrukken weer te geven. Dat intense persoonlijke gesprek. Dat intense persoonlijke gesprek. Wat bedoelt u met intens eigenlijk? Dat we daarin ook van elkaar dus de dilemma's... spanningen die het voor onze partij, voor de samenleving meebracht, hebben onderkend. Ik proefde toen ook bij hem veel nuance in de beoordeling van deze samenwerking. Hij was er dus voor en een van de argumenten die hij gebruikte in dat gesprek met mij was... maar we hebben toch ook met de LPF geregeerd. En dan heb ik tegen hem gezegd, ja, dat is zo. Maar dat was wat anders. Ik was daar ook mee eens destijds. Het was destijds niet mijn eerste voorkeur. Ik had het in 2002, ik had toen geen politieke functie, maar ik heb... wel gesprekken gevoerd, ook met anderen in die tijd. Mijn eerste voorkeur was geweest om te proberen een kabinet te vormen... met een brede basis en wat meer afstand van de fracties. Maar ik was het ermee eens dat die samenwerking met de LPF werd aangegaan. En ik heb tegen Camille toen gezegd, en dat zei hij er niet bij gisteren... dat zei hij er niet bij, dat
Pim Fortuyn een ander mens is, een andere persoonlijkheid en ook andere doelstellingen had dan Wilders. Pim Fortuyn heeft ook dingen gezegd die naar mijn gevoel niet zo had moeten zeggen over de islam. Maar wat hij zei over de islam, dat zat in een ander perspectief. Hij was iemand die heel erg aan vrijheid hechtte. Die ook de ontwikkeling heeft meegemaakt. Hij was openlijk en praktiserend homoseksueel. Daarin verdiende hij respect naar mijn overtuiging. Ik vind dat een belangrijk punt. Dat we ten opzichte van iedereen in zijn eigen aard en overtuiging en respect hebben. En hij kwam in de islam natuurlijk tegen dat in de mainstream dat niet werd geaccepteerd. De katholieke kerk heeft natuurlijk op dat punt ook een geschiedenis. Maar met andere woorden, de heer Eurlings heeft dus niet volledig dat gesprek en uw motivatie weergegeven. Nee. En Pim Fortuyn en de LPF hebben nooit hele bevolkingsgroepen tot tweederangs burgers willen maken. En dat is anders. Nog even over het regeerakkoord. Er staat in die immigratieparagraaf, hoofdstuk 6 is dat, naar ik meen... staat dat er heel veel gebeuren moet ook naar Europa toe. De Europese richtlijnen zouden moeten worden veranderd. U bent een vooraanstaand jurist op staatsrecht, bestuursrecht en internationaal recht. Is dat überhaupt mogelijk? Ik denk dat het een van de moeilijke punten gaat worden. Ook in de verwachtingen rondom dit gedoogakkoord. Wilders zet bij voortduring onze Europese partners onder druk. Hij heeft zich met de Duitse politiek ingelaten op een manier die ook tot zeer scherpe reacties heeft geleid van collega's in Duitsland, van CDU, van de Liberale Partij, de FDP, van de CSU. Tegelijkertijd wil hij dingen die we alleen in Europese, met instemming van onze 26 medelidstaten kunnen realiseren. Ik zie dat niet gebeuren. En dan kun je zeggen, dat is een geruststelling. Het gebeurt toch niet, want die zullen er niet aan meewerken. Ja. Maar hij schroeft wel de verwachting op naar 50% minder niet-westerse immigranten. En dat is eigenlijk daarop gebaseerd dat hij denkt dat de andere lidstaten van de Europese Unie daaraan meewerken. U gaf aan dat de heer Wilders was dit weekend in Duitsland. Mag ik een citaat aan u voorleggen? De heer Wilders zei gisteren in Berlijn: als Merkel zegt dat het onvermijdelijk is dat we aan meer moskeeën in Duitsland zullen moeten wennen, dan is dat onaanvaardbaar. We zijn niet als mevrouw Merkel, we aanvaarden de islamisering niet. Opnieuw doet in feite de heer Wilders afstand van een bevriend, land, een regeringsleider van de Bondsrepubliek. Wat vindt u daarvan? En van een van de meest vooraanstaande christendemocraten in Europa. Ja. Dus dit geeft ook nog eens aan welke druk een politieke samenwerking met Wilders legt. We proberen onszelf gerust te stellen, wellicht met de gedachte, hij gedoogt toch een kabinet van liberalen en christendemocraten. Maar wat er in feite gebeurt, is dat wij moeten gedogen, blijkbaar, dat Wilders op deze manier ons land, onze vriendschappelijke betrekkingen in opspraak brengt. In feite, dat heeft u al eerder gezegd, dat het CDA gedoogt in feite deze handelswijze van de heer Wilders. Daar kom ik dan ook op uw partij terug. De partij is diep verscheurd. Hoe kan je dat die tegenzin nog overbruggen eigenlijk? Wat we moeten zeggen met deze uitslag van de stemming op het congres is dat in ieder geval een groot deel van de christendemocraten, van de leden van het CDA, hier zorgen over heeft. Wil vasthouden aan zorgen, volgens mij is er echt wel, als je het hoort, toch wel diepe verdeeldheid. Ik probeer het nog maar een beetje mild te formuleren. Hoeft niet. Het is, gaat heel diep. En dat heb ik ook gemerkt aan de reacties op wat ik heb gezegd. Maar wat betekent dat als het zo diep is? Wat kan er nou nog gebeuren om het te overbruggen, die diepe kloof? Ik denk dat dat de eerste vraag is waarvoor het partijbestuur nu komt te staan. Heeft u daar ideeën over? Ik denk dat het ook goed zou zijn, en dat zou eigenlijk ook het eerste advies zijn dat ik ze wil geven. We moeten terugkijkend constateren dat Appelink gelijk had toen hij zei, toen hij dat proces een aantal weken had meegemaakt, voordat we verder gaan hebben we behoefte aan een bezinning erop gericht om samen te constateren, dat doen we of samen, dat doen we niet. En ik denk dat het goed zou zijn als er nu ook zou worden onderzocht hoe die besluitvorming zo heeft kunnen verlopen. Ja. Dat we in deze verdeeldheid terecht zijn gekomen. Er is natuurlijk een commissie, hè? Die Leo Vriese commissie. Ja. Ziet u daar iets in? Ik denk dat het verstandig zou zijn als de taak van die commissie zou worden uitgebreid. En ook te onderzoeken hoe het na de verkiezing is gegaan. Dat kan eraan bijdragen
om helderheid te krijgen ten opzichte van elkaar hoe we verder gaan. Wat wordt uw eigen rol in het CDA? Ik ben sinds de oprichting en daarvoor van de KVP met volle overtuiging lid geworden. En er is niets dat mij scheidt van de uitgangspunten van mijn partij. En daar heb ik me ook de afgelopen dagen voor ingezet. Maar wilt u nog een functie bekleden om bijvoorbeeld dit te overbruggen of andere rollen? Het zal duidelijk zijn dat ik niet thuis hoor in een kabinet in deze gedoogcoalitie. Ik zou dit programma niet voor mijn verantwoording kunnen nemen. Ik heb net een paar voorbeelden daarvan gegeven. Mm-hmm. Maar ik ben en blijf uiteraard beschikbaar voor de ChristenDemocratie. Goed. Ik dank u wel.